We zijn hier in de Nassaukerk. De Nassaukerk is een hele bijzondere kerk. En ze noemen zich een gemeenschap van gelovigen en ongelovigen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want dat hoor je natuurlijk niet vaak. En we zijn hier in de kamer van de koster. En we willen heel graag weten van de koster wat zijn functie nou precies inhoudt en wat zijn werkzaamheden hier zijn. Bart, kun je daar iets over vertellen? Nou ja, de koster, dat is eigenlijk de conciërge. Tenminste, zo zie ik mezelf. Want ja, ik maak schoon, ik doe de boodschappen, de koffie en de thee. En zorg dat alles, nou ja, geregeld is. Net zoals een conciërge op school, hè? Alleen, maar dat verschil. Alleen, het heeft natuurlijk, ja, het is in een kerk. Ja, maar jij bereidt dus ook dingen voor de dienst, toch? Moet voor je ook dingen voor de kerkdienst op zondagochtend. Ja, dat klopt. Dan moet ik ook zorgen dat alles klaar is en alles in orde is. En het hele podium, het liturgisch centrum, dat allemaal in orde is. Ja. Dus dat hoort er ook bij, ja. Dat hoort er ook bij. En hoe lang doe jij dat? Hoe lang werk jij hierop? Nou, dat is echt al heel lang. Want ik ben op 1 augustus 2000, moet ik even denken, 2004 begonnen. Ja. Dus dat is al ruim 16 jaar. Dat is best een hele tijd, hè? Ja, ik snap het zelf ook niet. Nee, ik snap het ook niet sinds ik jezelf een paar jaar aan het werken ben. Maar het is allemaal best wel heel hectisch hier, hè? Dus dat is toch, hoe ga je daarmee om, met stress bijvoorbeeld? Dat heb ik in het begin echt moeten leren. Want het is een gebouw wat 7 dagen in de week in gebruik is. Van 's morgens tot 's avonds met allerlei verschillende groepen. Allerlei verschillende mensen. Alleen nu is er dus een tijdelijke, stop. Ja, corona. Door de corona. Geeft extra stress natuurlijk ook, hè, die corona, met al die maatregelen. En... Ja, dus nu is het eigenlijk een hele, stressvolle tijd. En de normale stress, zeg maar, van de drukte en de verhuur en alles wat hier voorbij komt, dat was eigenlijk altijd heel, heel gezellig en heel leuk. Ja. Maar nu drukt het wel een extra stempel op de sfeer ook. Je merkt ook dat mensen gespannen zijn. Ja, het is echt... Die spanning middel van elkaar kunnen hebben ook. Ja, het is echt wel... de spanning is gewoon heel drukkend in het gebouw. Ben jij zelf gelovig? Of zeg je, dat maakt mij niet zoveel uit, het is gewoon een job of zo? Of zeg je, ik heb iets met geloof? Nou, dat is een hele goede vraag. Want ik ben als kind met mijn ouders naar de kerk geweest. En tot ongeveer mijn 16e. Maar ik ben niet gelovig opgevoed. Ik ben ook niet naar een christelijke school geweest. Ik ben niet echt met de Bijbel grootgebracht. Nee. Maar ja, in de loop der jaren veranderde dat wel. En sinds dat ik hier werk, dan leer je gewoon heel veel over het geloof. Maar nu is het zo dat je wel iets gelooft of zo. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik ben sinds dat ik hier in de kerk ben komen werken echt heel anders. En ook ben ik me in het geloof gaan verdiepen. Ja. Ja, want je vertelde mij onlangs dat je de hele Bijbel nu aan het lezen was. Ik ben nu voor het eerst van mijn leven echt de Bijbel helemaal van A tot Z aan het lezen. A tot Z. Ja. Ja. En dat is best ingewikkeld. Ja, dat is zeker ingewikkeld. Ik heb nog gekscherend tegen jou gezegd, je moet af en toe eens de Donald Duck lezen of zo. Hè? Maar goed, dan eventjes. Ja, jij kwam hier in 2004 als hele leuke, aantrekkelijke gay man. En toch een christelijk wereldje. En we weten allemaal dat homoseksualiteit en georganiseerde godsdienst nou toch wel niet zo lekker samengaan, als ik het nog zachtjes mag uitdrukken. En hoe heb je dat hier ervaren? Hoe je dat... Dat is ook best wel een bijzondere vraag. Omdat de Nassaukerk wil zich presenteren als heel erg open, heel erg tolerant. Dat inderdaad iedereen hier welkom is. Ja. Ongeacht seksuele voorkeur of wat dan ook. Ja. Maar... In de praktijk? In de praktijk is het soms toch wel dat het wel een beetje schuurt. Omdat... Ja, het is toch soms wel lastig. Dus er zijn toch nog steeds mensen die dat niet, die daar moeite mee hebben, om het zo maar te zeggen. Ook, ja, of ze er echt moeite mee hebben, dat weet ik niet, maar toch soms wel dat ik denk van, ja. Ik voel me niet helemaal... Welkom. Nou ja, welkom wel natuurlijk, maar helemaal geaccepteerd. In sommige situaties niet helemaal op mijn gemak, nee. En hoe komt dat dan? Maken mensen opmerkingen tegen je of... Nou ja, dat heeft er dan ook mee te maken, gewoon,
gewoon het dagelijkse verkeer in de kerk natuurlijk. Ook hoe er soms gediscussieerd wordt of gedacht wordt op vergaderingen, dingen gezegd worden. Dat ik denk van, oh ja, denken jullie zo? Of iets wat uit de Bijbel vertaald wordt, dat ik denk, ja, dat slaat, ja, dat slaat niet op mij. Leviticus bijvoorbeeld, dat staat dan één verbod op homoseksualiteit. En dat is dan inderdaad jonge jongens, homoseksuele prostitutie, jonge jongens met de oude mannen dan. Maar vervolgens staan er 25 verboden van heteroseksueel gedrag. Dus twee mannen, twee, weet je, dus niet met de schoonmoeder, niet met je schoonzuster. Klopt. En daar wordt vervolgens niks over gezegd. En daar worden mensen ook niet voor over aangesproken en ook niet in elkaar geslagen op straat. Het is mij wel opgevallen toen wij aan het koffiedrinken waren, een keer dat er iemand op ons afkwam die wilde dat wij die regenboogvlag, dat jij die regenboogvlag zo snel mogelijk naar binnen haalde. Want er waren dus ook mensen die zich daar weer aan stonden. Ja, dat was naar aanleiding van die Nashville-verklaring, geloof ik. Ja, Nashville-verklaring. Ja, toen hadden wij inderdaad de regenboogvlag opgehangen. En toen was er een persoon. Ja, ik weet wel. Die vroeg van, kan die vlag nu niet weg? Want het is nu wel leuk geweest. Ja, ja. En ik dacht van, nou, die laten we gewoon lekker het hele jaar hangen. Ja, precies, ja. Dat stond maar, ik ook wel van te kijken. Maar hij zei eigenlijk ook, toen ik zat wat bij. Ja, maar er waren, hij zei eigenlijk tegen ja, maar er zijn mensen die dat die de aanstoot dan nemen. Dat kwam het eigenlijk een beetje op neer. Ja, hè? Maar we hebben hem dus laatst weer opgehangen met de Pride. Oh, dat is goed, ja, ja. En toen hoorde ik dus van Jana dat er ook mensen zich aan stoorden. En er was ook één persoon die zei van, ja, jullie moeten die vlag weghalen, anders steek ik hem in de fik. Het is en blijft iets. Het blijft een issue, ja. Het blijft een moeilijk issue. En de vraag is of dat ooit nog goed komt met godsdienst en homoseksualiteit. In die 15 jaar heb je natuurlijk heel wat verschillende dominees meegemaakt. Want het is ook een punt dat de laatste dominee is boos weggelopen in verband met de ruzie met de kerkenraad. Niet dat ik meteen de vader was hier allemaal buiten wil hangen, maar het is natuurlijk ook een puntje. Wat nogal behoorlijk heftig is geweest, want we zitten dus nu zonder dominee, zonder vaste dominee. Nou ja, ik zit natuurlijk niet in de kerkenraad, dus ik ben niet bij de beslissingen of wat dan ook geweest. Of ik weet ook niet alle in en outs wat er achter de deuren heeft gespeeld. Maar ja, we hebben op het moment geen vaste dominee. Maar geeft dat ook niet een stuk spanning? Merk je ook niet dat daar een stuk spanning is vandaan? Want iedereen maar op de, wat we al, waar het wel eens over gehad hebben, iedereen is maar bezig met zichzelf op de kaart te zetten, weet je. En, nou ja, het is een beetje in die zin lastig, omdat iedereen ziet mij natuurlijk als het aanspreekpunt en dat ik dus eigenlijk alles maar weet en alles maar oplos. Ja, precies. Ja. En ik heb eigenlijk ook, ja, ik weet ook niet alles. Je hebt ook je beperkingen. En er is nu gewoon minder, ja je merkt dat er geen vaste dominee is, dat merk je wel. Ja, sommige mensen vinden het dan wel weer prettig dat er elke week een andere is, maar sommige die vinden het dus heel vervelend. Ja, het punt is wel, als er geen vaste dominee is, dan kun je natuurlijk geen band opbouwen met de gemeente, weet je. Dat is dan een beetje lastig natuurlijk ook, hè. Maar goed, dat is dan even, de dominee is er vandoor gegaan na een aanleiding van een ruzie met de kerkenraad. Nou is er nog een ander puntje, wat ik ook heb gemerkt, dat mensen dus in de buurt hier niet goed snappen, en ik zelf snap het ook nog steeds niet goed. Er is een organisatie Kerk en Buurt en er is de Nassaukerk en de diaconie. En wat is nou precies het verschil en wat is nou gewoon de connectie tussen die twee organisaties? Nou ja, dat is ook best wel ingewikkeld, want dat is iets van wat al heel lang teruggaat. Want Kerk en Buurt is ooit ontstaan uit de Nassaukerk, zeg maar. En toen is het is wel ontstaan uit de Nassaukerk. Ja. Maar ze zijn er wel een beetje uitgegaan. Ja, omdat op een gegeven moment moest er subsidie aangevraagd worden. Ja. En dan moet je dus afhankelijk worden en dan moet je dus zelf een stichting oprichten. Dus toen is dat apart gegaan, alleen we zitten wel nog steeds allemaal in hetzelfde gebouw. Ja. Dus dat is eigenlijk de ingewikkelde constructie, wat voor heel veel mensen niet duidelijk is. Ja, want de buurtbewoners zeggen, ja, maar het is toch hetzelfde kerk en buurt dan de Nassaukerk? Eigenlijk in principe is het ooit als één begonnen. Ja. Maar we zijn nu eigenlijk, ja, we zitten in hetzelfde gebouw en we zijn, we doen heel veel dingen samen. Ja. Maar sommige dingen ook niet. Nee.
Omdat, ja, wij zijn dan in principe de Nassaukerk en Kerk en Buurt is een aparte stichting. Ja, want wat organiseert Kerk en Buurt allemaal? Nou ja, we hebben natuurlijk het ontbijtproject. Ja, vijf ochtend in de week van half acht tot elf uur. Dus in principe kunnen, dat is eigenlijk officieel bedoeld voor de dak- en thuislozen. Maar in principe kan iedereen binnenwandelen. En we hebben dan natuurlijk Villa, het eetproject. Dat is nu twee keer in de week. Het was eerst drie keer in de week vanwege de corona. En ja, we hebben natuurlijk de kringloopwinkel en het meubelproject. En de Nassaukerk heeft natuurlijk ook allerlei verschillende projecten. Maar en het, ja, dat loopt natuurlijk wel allemaal een beetje in elkaar over. Omdat het ontbijtproject is nu in de kerkzaal. Vanwege de coronaregels. Dus daarvoor lijkt het ook alsof alles één is. Maar en we hebben is dus koffieinloop sinds kort. Hè? Zo'n zes weken. Ja, en dat is dan weer van burenhulp. Dat is van burenhulp. Maar ze zitten in ons gebouw. Omdat vanwege de ruimte. Ja, de corona die drukt wel een hele erge stempel op alles ook hoor. Dus dat eigenlijk alles wat normaal in het gebouw georganiseerd was of werd, dat ligt nu voor het grootste gedeelte stil. Dat is allemaal stil, ligt nu stil. En dat is heel jammer. Dat is een hele andere situatie. Plus dat de diensten natuurlijk ook allemaal heel beperkt zijn, dat er maar een beperkt aantal mensen mogen komen. We mogen met 30 mensen, we 30 mogen niet zingen, binnen. We mogen niet koffie drinken. Dat is nu in alle kerken, overal, theaters. Ja, overal is dat nu zo. Ja. Dus ja, het is een hele ingewikkelde, lastige tijd. Ik moet gewoon met iedereen die hier in het gebouw is, moeten kunnen samenwerken. Ja, en dat is gewoon ook mijn taak en mijn werk. Ja, tuurlijk. Ja, dat zou heel lastig. Dus ik probeer altijd maar voor iedereen het beste ervan te maken. Ja, en iedereen het naar de zin te maken. Alleen ja, soms is het niet altijd mogelijk. Nou ja, wat ik natuurlijk wel wil melden is dat ik werk hier nu ruim 16 jaar als koster en overal waar je werkt is iets, maar ik vind het nog steeds eigenlijk voor het grootste gedeelte gewoon leuk.